Het is een beetje een verloederd stukje Eindhoven, het Kastelenplein. Al jaren zijn er wensen om het gebied aan te pakken. En er lijkt nu schot in de zaak te komen. 800 woningen moeten erbij komen. Een goed aanbod aan winkels en buurtvoorzieningen en meer groen. Dit is Studio Stadhuis. Het is niet meer aanlokkelijk om echt te winkelen. Nou, het is gewoon zielig. Nu is het echt een verplichting om hier je boodschappen te moeten gaan doen. Ja? Ja, gewoon niet leuk. Leegstand en verloedering. Al jaren klagen buurtbewoners en ondernemers over het verval van winkelcentrum Kastelenplein in stadsdeel Gestel. 23 jaar geleden toen we hier kwamen, dit was een van de best lopende winkelcentrums van Eindhoven. En nu horen we nergens meer bij. We zitten hier als enige nog. Dus er is echt veel sfeer. Ja, die moeten we zelf maken, want de rest doet het niet. Dus. Maar we hadden een bloemenzaak. We hadden een doe-het-zelf. We hadden een ethos. Allemaal weg. Het is nou een beetje verloederd. Hè? Dus de totale indruk die nodigt ook niet echt uit om te gaan winkelen, zeg maar. Hè? Om daar wat aan te doen liggen er nu plannen voor een flinke metamorfose. 800 woningen wil het stadsbestuur dat erbij komen. Ook nu Eindhoven flink in de lift zit en de woningnood hoog is. Ook moet het winkelcentrum op de schop. Met planten en bomen, horeca en andere voorzieningen. De buurtvereniging en bezoekers van het wijkcentrum zien het wel zitten. Als wij kijken naar de omgeving en de voornemens om hier een aantal woningen bij te zetten, dat het aantal inwoners toeneemt. En ik denk dat een aantal mensen zich best bewust zijn dat ze het winkelcentrum zelf met z'n allen overeind moeten houden. We hebben geen bakker meer, we hebben geen slager meer, dus dat soort dingen zijn er niet meer. Dus hier een dusdanig inwoneraantal hebben, dat dat voor een winkelcentrum rendabel zou moeten kunnen zijn. Nou, ik denk als ik hier kijk, dan aan deze kant komt niet zoveel verkeer. We hebben hier feitelijk dit als faciliteit zitten, als ondersteuning voor de minder valide mensen. Die wordt best goed bezocht op dit moment. Als ik hier verder kijk, dan zien we die motorkleding zitten. Daar zat in het verleden de Harense Smit. Daar zijn een heleboel inwoners niet blij mee, omdat hier nogal eens een keer wat motorgeluid te horen is van motoren die hun dingen komen doen. Meer huizen, gewoon woonhuizen of flats of wat dan ook. Misschien wat horeca erbij, bibliotheek erbij. Dat zou een hoop oplossen, denk ik. Ik vind de karakteristiek van Kastelenplein moet wel een beetje behouden blijven. Want ze hebben allemaal nieuwe flats en die zijn hoog. Dat zien we nog aan de Bossendijk. Einde van de Bossendijk zie je dat ook. Hele hoge flats. Dus je krijgt een hele andere structuur van deze omgeving. Het stadsbestuur wil dat het Kastelenplein een veel fijnere plek wordt om te vertoeven. En om dat te bereiken willen burgemeester en wethouders veel minder auto's in het gebied. Toch baart bewoners dat wel zorgen. Als je 800 woningen wil bijbouwen, moeten die mensen wel ergens een auto kwijt. Dus ik ben heel benieuwd hoe de gemeente dat oplost. Er zal ook parkeerruimte moeten komen, want ze gaan de parkeerplaats opofferen voor huizenbouw, wat goed is, maar dan zou er een parkeergarage moeten komen. Ja. Moet wel bereikbaar blijven voor de auto's? Bereikbaar blijven, zeker voor de buurt ook. We hebben nu al moeite om onze auto kwijt te raken. Ik ben heel bang dat straks het hele Kastelenplein bij ons de auto parkeert. Hè? Bewoners willen dus graag dat er voldoende parkeerplekken beschikbaar blijven. Tegelijkertijd is wat extra groen ook welkom. Ik denk dat wij op zichzelf best in zijn voor een stukje groen. Alleen ik denk aan de andere kant dat het een stukje ruimte voor de auto toch een beetje overeind moet blijven. Veel bomen, lekkere wilde speelplekken zonder die georganiseerde keurige speeltuintjes. Gewoon wat ruiger lijkt me wel leuk. Ja. De Eindhovense politiek is blij met de plannen, zowel coalitie als oppositiepartijen. Het is al leeg, er staan veel auto's geparkeerd. Je bent er niet graag op straat. Het hele plein is een beetje verwaarloosd over de tijd. En juist daar moeten we een mooie impuls geven, een mooie plek ook om te gaan wonen straks. Als je er doorheen loopt, veel leegloop van ondernemers, geen samenhang, leefbaarheid staat onder druk. Dan moet gewoon echt iets gebeuren. Vooral over de woningbouwambities zijn de fracties te spreken.
Vooral ook omdat het gaat om betaalbare woningen, waar veel vraag naar is. Een gigantische woningnood in deze stad. En het is heel belangrijk dat als wij woningen gaan bouwen, dat we die zoveel mogelijk binnen de bestaande stad gaan bouwen. Dus het is echt een schoolvoorbeeld van hoe GroenLinks deze woningbouw wil aanpakken. En waar wij als 50PLUS ook heel erg blij over zijn, is dat eindelijk ook een keer voldoende aandacht is voor de ouderen. En met name ook de doorstroming, dat vanuit de wijken mensen dus ook in de wijk zelf kunnen blijven wonen. Toch liggen de meningen over het parkeren wel flink uiteen. Linkse partijen willen zo min mogelijk parkeerplekken. Rechtse partijen willen toch dat er genoeg ruimte overblijft voor de auto. Er worden parkeerplaatsen weggenomen, het wordt autoluw gemaakt en er is geen zekerheid dat de huidige bewoners daar kunnen blijven parkeren in de toekomst. We hebben een klimaatbegroting in Eindhoven en daaruit kwam naar voren dat mobiliteit heel slecht scoort in Eindhoven. Dus onze focus bij dit gebied was ook om te zorgen dat de auto minder dominant zou worden. Dat betekent voor ons dat we op het midden van het gebied een voetgangersgebied willen. Waar als je uit je voordeur loopt door het groen naar de supermarkt kan. En dat de auto dus minder nodig is. Maar wij denken wel dat de toekomst is dat mensen vaker het openbaar vervoer pakken, vaker de fiets pakken. En dat we dus meer ruimte voor de mens en het groen krijgen op straatniveau. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om leefbaarheid in de wijk. En om dan iedereen maar al die auto's weg te stoppen en te zeggen dan moet je met de voet of op de fiets. Ja, dat is leuk, maar niet voor iedereen mogelijk en haalbaar. Ik vind dat parkeerplekken juist bij de leefbaarheid horen van genoeg parkeerplekken juist horen bij de leefbaarheid van een wijk of buurt. Want die ervoor zorgen dat het goed bereikbaar is voor iedereen. Ik denk niet dat alle partijen de klimaatdoelen goed voor ogen hebben. En de urgentie niet voelen, maar dat leren we ze graag bij. Een ondergrondse garage moet gaan helpen om een deel van de parkeerbehoefte op te vangen. Toch zal er ook nog bij het winkelcentrum ruimte moeten komen voor parkeerplekken. Naast de vele bomen en planten die er gaan komen. Het moet ook betaalbaar blijven, want als je al die ondergrondse parkeerplaatsen gaat maken, dat kost ook allemaal extra geld. Drijft die prijs weer op. Voor democratie is uiteraard voor groen een bankje om die leefbaarheid te vergroten, maar dat moet niet ten koste gaan van die bereikbaarheid voor onder andere de auto. Er is dus groen licht voor een nieuw Kastelenplein. Nu moet alles concreet gaan worden uitgewerkt aan de tekentafel. Die uitwerking wordt later dit jaar verwacht.